Zaterdag 13 januari gaat hij in première. Een gloednieuwe hitlijst. De Veronica Top 100. De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis is terug. De grootste hits op een rij in de Veronica Top 100. Vanaf 13 januari. Elke zaterdagmiddag tussen 3 en 6 bij Hit Radio Veronica met Martijn Krabbe. De Veronica Top 100. Je luistert naar het verschil van Hit Radio Veronica. Wat is het verschil? In de jaren 80 muziek, jaren 90 eigenlijk alles precies wat ik wil horen. Het is duidelijk. Veronica is het verschil. Yo! Om 3:03 op deze 13 januari 1996 heet ik je van harte welkom bij de allereerste Veronica Top 100 Countdown. Om 6 uur vanavond presenteert Hit Radio Veronica de hitlijst van de luisteraars, want de Top 100 Countdown wordt interactief samengesteld uit gegevens van het cd-kopend publiek en de luisteraars en kijkers van Veronica. Als je wil zien wat je allemaal muzikaal te wachten staat vanmiddag, lees mee met de Top 100 Countdown op pagina 330 van Veronica Text. Of sla pagina 100 van de Veronica Gids op na, want daarin staat de actuele lijst afgedrukt. Daarmee is de Top 100 Countdown met ruim 1,3 miljoen exemplaren de best verspreide hitlijst in Nederland. Om 4:30, 5:30 en 6:30 is er een aflevering van Veronica's Popjournaal. We hebben een prachtige stereotoren weg te geven in de show vanmiddag. En natuurlijk die fantastische lijst, de snelste hitlijst van Nederland. Voor me ligt de Top 100 Countdown van 13 januari, aflevering 1, jaargang 1, week 2. En dat is een lijst met 100 nieuwe binnenkomers. Tussen nu en 6 uur vanavond hoor je de belangrijkste daarvan. En de top 10 draaien we helemaal. Dus laten we snel van start gaan met de eerste nieuwe op nummer 100. Shaggy and the Grand Puma. And why do you treat me so bad? Dit is de enige echte lijst. Top 100 Countdown. Nummer 100. Mom, mom, Shaggy. Samen met de Grand Poobah was dat de nummer 100. Shaggy, and why do you treat me so bad? Top 100 Countdown. Begin van de show vanmiddag hoorde je al dat we vanmiddag een hele mooie stereotoren gaan weggeven. Dat is een nieuw spel bij de Top 100 Countdown. Je hoort driemaal de Top 100 alarmbel. Die hoor je tijdens een plaats. Bij de derde alarmbel mag je gaan bellen met Hit Radio Veronica. En dan willen we alle drie de platen van je weten. Hit Radio Veronica. Veronica's Popjournaal. Met Gijs Staverman. Heel Nederland is in rep en roer door de wel heel speciale bruid van Martijn Krabbe. Niet alleen haar jurk was zeer gewaagd, maar ook haar navelpiercing was onderwerp van discussie. We vonden de bruid van Martijn wel om door een ringetje te halen. Bij de 45ste Afro Sportverkiezing van het jaar gooide een bommelding roet in het eten. De bommelding was telefonisch binnengekomen. De Afro weigerde ontruiming van de studio, omdat na onderzoek bleek dat het om een seksbom ging. De seksbom die werd met zachte hand verwijderd. Fluitiste Berdien Stenberg en ook buurvrouw van Jeroen van Inkel heeft Jaap van Zweden beschuldigd van geldzucht. Diverse radio- en tv-optredens haalde Jaap hun gezamenlijk project genadeloos onderuit. Volgens Berdien omdat Jaap zich schaamt voor het gekozen repertoire. Hey Gijs! Ik ben even terugkomen want je bent je neusring vergeten, jongen. Top 100 Countdown! Tot 6 uur zijn we er vanavond met nog 2 afleveringen van het Popjournaal. Nog 2 maal ook de Veronica Top 100 Alarmbel. Blijf goed luisteren, want er is een prachtige stereotoren te winnen vanmiddag. Top 100 Countdown. Martijn Krabbe, dit is Veronica. Is de Veronica Top 100 Countdown met Martijn Krabbe. The M People zijn Mike Pickering, Paul Hurd en zangeres Heather Small. Het nummer Ichiku Park is een cover van The Small Faces. Zij bereikten met het nummer in 1967 een derde plaats. Kijken of M People dit ook voor elkaar krijgt. Ze scoorden in ieder geval al eerder een hit met de cover Don't Look Any Further. 100% Hit Radio, Veronica. De perfecte hitmix. Via 828 en 1224 Middengolf luister je naar de Top 100 Countdown. Mee te lezen op pagina 330 van Veronica Text. En bovendien staat hij deze week op pagina 100. Dat is een mooi uitgemikt van het Veronica Blad. Wij gaan door met de lijst met Fateless en Insomnia op nummer 71. Gefeliciteerd, proficiat! Je hebt hem gewonnen! Hit Radio. Veronica. De hele dag. De beste radio. Elke dag.
Veronica. Dit is de Veronica Top 100 Countdown. Met Martijn Krabbe. Tot 6 uur presenteert Hit Radio Veronica de hitlijst van de luisteraars. De Top 100 Countdown. Interactief samengesteld uit gegevens van het cd-komend publiek en door de luisteraars en kijkers van Veronica. Tussen nu en 6 uur hoor je de belangrijkste nieuwe binnenkomers, de grootste verschuivingen en de heetste hits. Dit is de Veronica Top 100 Countdown. Van zaterdag 13 januari 1996. Top 100 Countdown. Martijn Krabbe, dit is Veronica.